Goedenavond allemaal. Fijn dat u er allemaal bent, ook degene die kijkt. En van harte welkom. Ik wil graag beginnen met u te spreken over vier soorten grond. En dat vinden we in Matteüs 13. En ik wil het samen met u opslaan. Er zullen verschillende vertalingen zijn. Ik zal het deze avond voorlezen uit het boek. Matteüs 13 en dat is vers 1 tot 16. En dat is een gelijkenis van Jezus. Later die dag verliet Jezus het huis en ging bij het meer zitten. Er kwam een grote menigte mensen naar hem toe. Daarom ging hij in een boot. Van daaruit sprak hij de mensen toe die op de oever stonden te luisteren. Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis. Een boer zaaide koren op zijn land. Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst, wel 30, 60 en 100 keer zoveel als er was gezaaid. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: waarom vertelt u de mensen altijd van dit soort gelijkenissen? De Heer zei: jullie hebben het voorrecht de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te begrijpen, maar zij niet. Want wie iets heeft, zal er veel bij krijgen, meer dan genoeg. Maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. Daarom gebruik ik gelijkenissen. De mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen mij niet. De profeet Jesaja sprak over hen toen hij zei: u hoort wel, maar begrijpt niet. U kijkt wel, maar ziet niet. Het hart van dit volk is onverschillig. Ze hebben hun oren dichtgestopt en hun oren gesloten om maar niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren en kan hij hen niet genezen. Gelukkig hebben jullie ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen. Tot zover. We lezen in het stuk over vier soorten grond, oftewel vier soorten mensen. Het eerste, dat waren de mensen die het woord hoorden, maar ze begrijpen het niet. Het zaad wat in hun hart werd gezaaid, wordt geroofd door de duivel en neemt het woord wat ze horen uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en behouden worden. Dat is de zaad op de weg. Ze begrijpen het woord niet en de waarheid die ze hoorden wordt geroofd. Het tweede is het woord horen, maar ze zijn niet geworteld in het woord. Men hoort het goede nieuws, is enthousiast, is blij, maar ze hebben geen wortel in hun hart. Ze geloven voor een tijdje, maar in de tijd van beproeving, voor test, worden ze afvallig. Als ze moeilijkheden krijgen, worden ze vervolgd om hun overtuiging en moeten ze er ineens niets meer van hebben. Dat is de steenachtige grond. Ze verharden als het ware hun hart. Maar ze houden het niet vol om te geloven en geven het snel op. Dan hebben we de derde categorie mensen die het woord horen, maar ze zijn helaas niet vruchtbaar. Ze horen het woord, maar ze zijn passief. Door de zorgen van het leven en het verlangen naar andere begeerten, de lusten van het leven of het verlangen naar rijkdom
of geld, laten ze het woord verstikken en ze brengen het helaas niet tot vrucht. Ze doen dan eigenlijk niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Ze laten het verstikken. Deze mensen lijken op grond dat gezaaid is, zaad dat gezaaid is op grond dat vol distel staat. Ze laten het liggen. Ze doen er niets meer. De zorgen krijgen de overhand en ze hebben geen oog meer voor Jezus. De vierde categorie mensen zijn de mensen die het woord horen en vrucht dragen. 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Zij zijn degene die het woord horen, begrijpen en vasthouden en vrucht dragen in volharding. Zij horen het woord, zij nemen het aan, ze geloven het en vervolgens leven zij zoals God het wil. Het zaad komt op en draagt vrucht. De vraag is aan u allen, welke van deze vier personen bent u? Welke van deze vier zaden draagt u in? Dan vervolgens moeten we aan de slag gaan. Wat zie jij jezelf en je eigen reactie op het evangelie in deze gelijkenis verwoord? Bent u daar tevreden mee? Neemt u genoegen met het woord horen? U bent gered, u hebt het woord gehoord en u denkt, ik ben er en het is klaar. Dat is jammer, want u laat talenten liggen die God u heeft gegeven. U strekt zich niet uit naar de gaven die God u heeft gegeven. En als ze niet ontwikkeld worden, gaat u niet groeien. En nog meer, het vrucht zal eigenlijk terzijde worden geschoven. Dat is wat ik denk het verdriet ook is van de Heer. Dat hij ziet dat er veel arbeiders zijn, maar ze willen niet het werk doen voor de oogst. En dat is jammer. We gaan verder. Vers 16 tot 23. Sorry, 17 tot 23. Matthäus, hetzelfde. Matthäus 13. Vers 17. Veel profeten en rechtvaardige mensen hebben daarna verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen. Maar zij konden het niet. Met het voorbeeld van de boer die ging zaaien, bedoel ik, er zijn mensen die wel over het koninkrijk voor horen vertellen, maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uitgeroofd. Er zijn ook mensen die over het koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn. Zij zijn oppervlakkig. Als moeilijkheden krijgen, wat ik al zei, of om een overtuiging worden ze vervolgd, moeten ze ineens niets meer van hebben. Dan zijn er de mensen die het goede nieuws horen, maar laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar het geld. Ze doen niets met het goede nieuws wat ze hebben gehoord. En tenslotte de mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms 100 maal, 60 maal, soms 30 maal. Deze mensen lijken op goede grond waar het zaad mooi opkomt en vrucht draagt. Het is even een herhaling van wat ik net zei, maar ik denk dat we het toch nog een keer benoemen. Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei, Gods nieuwe wereld lijkt op een boer die goed zaad strooit op zijn land. 'S Nachts als iedereen slaapt, komt de vijand van de boer. De vijand zaait onkruid tussen het koren en gaat dan weer weg. Het koren komt op en groeit. Maar tegelijkertijd komt ook het onkruid op. De knechten van de boer gaan naar hem toe en zeggen, u hebt de goed zaad op het land gestrooid. Waar komt dan al het onkruid vandaan? De boer zegt, dat heeft de vijand gedaan.
En de knechten vragen aan de boer, wilt u dan het onkruid weghalen? Maar de boer zegt nee, want zodra je het onkruid weghaalt, dan trek je ook het goede graan, de koren, uit de grond. Laat het koren en het onkruid maar tegelijk groeien tot de tijd van de oogst. Dan laat ik mijn mannen eerst het onkruid van het land halen. Dat moeten ze bij elkaar binden en in brand steken. En daarna kunnen ze het koren naar de schuur brengen. Jezus gaf de mensen al deze voorbeelden. Hij gebruikte alleen maar voorbeelden als hij tegen hen sprak. Want het moest gebeuren. Want het werd gezegd in de heilige boeken. Daar staat, ik spreek met voorbeelden. Op die manier maak ik het geheim bekend dat zo oud is als de wereld zelf. Maar wat is nou de betekenis van dit verhaal? Jezus zei, de man die het goede zaad op het land strooit, dat is de mensenzoon. Het land is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de mensen die horen bij Gods nieuwe wereld. En dan heb ik het over de wedergeboren christenen, niet de gelovigen. Dat is het verschil. Het onkruid, dat zijn de mensen die bij de duivel horen. En de vijand die het onkruid zaait, is de duivel. De tijd van de oogst, en daar zitten we in, is het einde van deze wereld. En de mannen, de knechten van de boer, de maaiers op het land, dat zijn de engelen. Het onkruid wordt van het land gehaald en verbrand. Dat is er wat er gebeurt bij het einde van deze wereld. Dan stuurt de mensenzoon zijn engelen nog weg. Zij halen alle slechtheid weg uit de wereld. Alle mensen die steeds maar weer gedaan hebben wat God niet wil. Die mensen worden in een brandende oven gegooid. Daar huilen ze van ellende en spijt. Maar het goede nieuws is dat alle mensen die Gods wil gedaan hebben, gelukkig zijn. Zij zullen leven in de nieuwe wereld van hun vader. Laat dat God tot je doordringen. Een verwerping van Jezus, van de redder van deze wereld, leidt tot vloek. Maar aanneming, aanvaarding van Jezus, leidt tot heil en eeuwig leven. De leerlingen hadden alles begrepen. Jezus vroeg, hebben jullie alles goed begrepen? Ja, antwoordden ze. Toen zei Jezus, stel dat iemand de heilige boeken goed kent. En dat hij een leerling van mij wordt. En gelooft in het nieuws over Gods nieuwe wereld. Dan lijkt hij op een man met een huis vol schatten. Hij heeft veel nieuwe schatten om te laten zien. En ook veel ouder. Dat waren de voorbeelden die Jezus gaf. Daarna reisde hij weer verder. De Heer wil dat we schatten verzamelen, niet op aarde. Want er kan mot en roest bij komen. Je laat iets ontstaan, je kijkt er misschien helemaal niet meer naar om. Hoeveel mensen hebben een kelder vol of een zolder vol spullen. Waar ze ooit naar verlangden, dat ze zeggen, ooit zal ik het gaan gebruiken. En het blijft daar. Maar God bedoelt hier schatten in de hemel. En schatten in de hemel is leren, het woord lezen, ontvangen wat God in zijn woord zegt. Gaan onderzoeken van, Heer, ik wil dit leren, Heer, ik wil dat leren, help mij. Dan zal de Heer alles je geven en toereiken. En dat is een geweldige schat. Maar de Heer verlangt nog meer. Hij verlangt ernaar dat wij zijn wil doen. Dat wij hem gaan dienen als een knecht. Niet heersend, maar dienend. Galaten 5 vers 13 zegt, dient elkander ook door de liefde, maar niet door het vlees. De Bijbel spreekt van onbaatzuchtige liefde, wat ervoor zorgt dat je geeft zonder maar iets terug te verwachten. Vanuit de juiste bron hem dienen. Een goede bron brengt goede vruchten voort. Beter zoet water dan brak water.
Zoet water, levend water, is helder, is transparant. Maar brak water is de verontreiniger, is troebel. Dienen naar de liefde, omdat je de Heer zo intens lief hebt en hebt ontdekt die schat wat Hij voor jou heeft gedaan, waardoor je Hem automatisch gaat dienen. Niet om er beter van te worden, maar vanuit oprechte liefde die alleen van Hem komt. Aanbidding voor de Allerhoogste, onze Hemelse Vader die er toekomt. Dan wordt alles anders zodra we dit gaan doen en zodra we daarna gaan handelen. Dat is niet zingen vanuit verstand, maar zingen vanuit je hart. Meer nog, zingen in aanbidding naar de Maker van de hemel en aarde, de Schepper die ons gemaakt heeft. Zingen om Hem te eren, om wie Hij is en wat Hij wil uitwerken in ieders leven. Uit grote dankbaarheid, want zonder Hem missen we toch echt de ware essentie van het leven. Dankbaarheid dat Hij ons heeft gewild, dat Hij liefde is, want Zijn naam is liefde. Een liefde die zo bewogen is en ons als persoon zo intens lief heeft, op een wijze die niemand heeft, maar ook niemand kan bewerken. Dat die intense liefde mag doordringen in de harten van mensen, zodat wij ons willen laten veranderen, wij ons willen laten kneden, willen laten vormen door Hem, waardoor wij nog meer gaan lijken op Hem en wij Hem nog meer en misschien beter kunnen dienen. Dat wij daardoor nog meer Jezus uitstralen naar de wereld in nood. En dit geldt voor ieder persoonlijk. Daar kunnen wij stil van worden. Als we weten, als we gaan ontdekken wie Hij werkelijk is, dan verandert automatisch ons leven. Want dan willen we niet meer diezelfde persoon zijn. Dan willen we niet blijven daar waar we waren. Dan willen we meer ontdekken, dan worden we hongerig en dorstig naar Zijn woord. En dan willen we het ook uitdragen in ons persoonlijk leven als individu. In ons gezin, naar onze kinderen toe, op ons werk, in onze buurt en omgeving en in de maatschappij en in deze wereld in nood. Zoals we net al zagen, een broeder die evangeliseert en zich laat leiden door de Heilige Geest. Dat heb je nodig. Anders zou het vanuit onze eigen licht ik doen. Maar dat is wat de Heer wil. Hij zegt, ik wil dat er ook maar niemand, dat er ook niet één verloren gaat. Want de Heer is bewogen over ieder mens. De vraag naar iedereen toe is, wil jij, wilt u, zich laten veranderen door Hem? Wil je je eigen leven afleggen en zeggen, Heer, doet u het maar door mij heen. Niets van mij. Breek het af, want ik wil u dienen en mijn leven afleggen om te doen wat u van mij vraagt. Om te doen wat u van mij verlangt, wat u hebt opgeschreven in uw woord. Wat wilt u, wat wil jij persoonlijk afleggen in je persoonlijke leven? Wat niet in overeenstemming is met zijn wil. En wat wilt u veranderen, wat wel in overeenstemming is met zijn wil? Of misschien zegt u, Heer, ik wil u oprecht dienen in mijn leven. Of zegt u, nee, ik heb weer een nieuwe start nodig. Of vergeef mij, Heer, dat ik misschien lauw was, me liet afleiden door de beslommeringen van het leven. Wat moet je eerst afleggen, voordat je Hem pas werkelijk kunt gaan dienen? Wat zijn de dingen die het meest belemmeren om verder te kunnen? Ben je droog? Is je verlangen weg? Wat wil je leren om Hem nog beter van dienst te zijn? Al met al, zegt het, blijf in beweging, sta niet stil. Maar wees als die rivier, als een beek, het levende water, of misschien wel een oceaan. U of jij bepaalt hoe ver je wil gaan, maar begin ergens, al is het met je voeten in water. Maak een plan met de Heer en disciplineer je daarin. Als men niet gaat beginnen en geen plan hebt, dan kom je niet verder met wat God zo graag zou willen met u.
Hij heeft het niet bedoeld in deze tijd dat zoveel mensen in de armoede zitten. Hij heeft ons een leven in overvloed bedoeld. Het is de belofte van Hem. En het is ja en amen, want als de Heer iets belooft, dan doet Hij dat. Hij is getrouw en rechtvaardig om datgene te doen wat Hij in zijn woord heeft beloofd. Het is aan ons in hoeverre we Hem toelaten in ons hart en durven zeggen, Heer, doe uw wil in mij, doet u het maar, kneed mij maar, vorm mij maar, ondanks dat het me pijn doet. Als je een bepaalde oogst wil behalen, dan zal je eerst moeten onderzoeken of het land geschikt is voor het doel wat je mee wil behalen. Vervolgens maak je plannen. Dat is je voorbereiding. Want je begint met, wat wil je zaaien? Vervolgens, als je het zaad hebt, moet je gaan handelen. Maar handel niet volgens de principes van de wereld. Maar handel volgens de principes van God. En dat zal je gelukken. Het land moet bewerkt worden. Het zaaien is het lezen, is het gebed. Het land bewerken is volharden en vergeving vragen van de dingen in je hart die niet van de Heer zijn. Dat is opruimen. Het hart begieten. En dan zal er uiteindelijk de oogst en zal die vrucht komen. Misschien is het doel dat je meer liefde van Hem in je persoonlijke leven wil. Of dat je verlangt naar meer vrijmoedigheid om het woord uit te kunnen delen. Stap dan uit je comfortzone en maak een begin. Of anders een verse nieuwe start. Blijf volharden, blijf volhouden om door te gaan totdat die verandering optreedt. Het zal je sterker maken. En dat zal je de moed geven om door te gaan. En om misschien vervolgens een volgend onderwerp te kiezen. Waarin je een persoonlijke verandering wilt gaan zien. Of een verandering in je omgeving. Maar word nooit moeder om het goed te doen. Want eenmaal komt de tijd dat we zullen oogsten, zegt de Heer. Zaai je niet of zaai je weinig. Ja, dan kan je ook niet een grote oogst of een rijke oogst verwachten. Waarom niet? Omdat het niet zo werkt. En ieder die zaait in gerechtigheid, in eerlijkheid, zal ook oogsten in gerechtigheid en eerlijkheid. Als je niet bereid bent om bijvoorbeeld te bidden voor een zaak, dan zal je ook niet echt de verandering gaan zien. Dan kun je wel zeggen van ja, maar de Heer weet toch alles al? Ja, maar God wil zo graag een relatie met ons, dat we alles bespreken met Hem. Al met al is het een spannende reis onderweg naar het eeuwige huis. Daarvoor heeft de Heer ons ook aan elkaar gegeven. Om elkaar aan te sporen om door te gaan. Elkaar te helpen in het woord. In gebed, door bemoedigingen. Zodat we blij kunnen zijn als een persoon zich daarvan getuigt. Als het alleen bedoeld was dat de voorgangers het allemaal moeten doen voor iedereen. Dan hadden we heel veel uitgeputte leiders. Nee, God heeft het niet zo bedoeld. Hij heeft in ieder van ons de verantwoording gegeven. Maar samen dragen we het. Het is belangrijk dat we ook voor elkaar bidden. Elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Maar leiders hebben het net zo hard nodig. Ze zijn niet meer dan de ander, maar hebben het net zo goed nodig. Wij zijn allemaal de kerk. Als we de Heer in ons hart hebben aangenomen, als onze redder en verlosser, dan komt Jezus met zijn Heilige Geest in ons wonen. Hij verlangt ernaar dat we datgene doen waarvoor we bestemd zijn. We zijn wil op aarde doen. Dat is niet natuurlijk handelen, dat is bovennatuurlijk handelen. Naar de wereld in nood. Ja, je zult misschien zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat klopt. Wij kunnen dat ook niet. Maar de Heer wil het zo graag door ons heen doen. Maar we moeten bereid zijn om te doen wat Hij van ons vraagt. En Hij zegt dat het niet zwaar is.
is een lied dat zegt: neem mijn juk op u en leert van mij. Of beter gezegd, neem zijn juk op u en leert van hem. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want zijn juk is zacht en zijn last is lief. We mogen te alle tijden bij hem komen. En als we vermoeid zijn, dan mogen we zeggen: Heer, ik wil zo graag, maar ik ben zo moe. Ik kan u verzekeren dat ik dat heel vaak gedaan heb. En soms is het door de uitputting van jezelf en wil je te veel doen. Ja, dat is niet altijd verstandig. En soms neem je te veel dingen aan, de natuurlijke dingen, in plaats van de bovennatuurlijke dingen. Dan word je daar ook moe van. Maar God zegt ook: is er een probleem, geef het aan hem. Geef het aan mij. Geef het over aan hem. En hij wil je weer die vrede en weer die rust geven die alle verstand te boven gaat. Laten we hem lief hebben en de mensen om ons heen. En zeggen: het gaat niet meer om mij. Mijn ik is ondergeschikt aan uw wil. Ik leef niet vanuit mijzelf, maar ik leef voor hem. De Bijbel zegt het ook: gij zult de Heer lief hebben met geheel uw hart, met gehele ziel, met geheel uw verstand en met heel uw kracht. En het tweede gebod is dat we onze naaste mogen liefhebben, moeten liefhebben misschien, maar dat klinkt zo zwaar. Maar heb je naaste lief als jezelf. Dus het begint eerst dat we zelf moeten liefhebben. Want als we onszelf niet liefhebben, hoe kunnen wij die liefde uitdelen naar die ander? Ik hoop dat ik uiteindelijk altijd liefdevol zal kunnen reageren. Terwijl ik door Jezus word veranderd. Tot dat liefhebben het enige zal zijn waartoe ik in staat ben. De grootste zegen is het delen van de liefde van Jezus met anderen. En leren over de ware, de echte liefde, Gods liefde. Die zo volkomen aan ons bewezen werd door de onzelfzuchtige dood van Christus aan het kruis. Voor onze zelfzuchtige, egoïstische opstand tegen God. Werkelijk, het verkondigen van de dood en de opstanding van Christus aan anderen is deelnemen aan de dood en opstanding van Christus. De grootste liefdesdaad in de geschiedenis. Jezus hing aan het kruis en hij dacht aan ons. Hij stierf in onze plaats aan het kruis. Maar het geweldige nieuws is: hij stond op uit de dood en leeft. Hij wil ook in uw hart komen wonen, als u hem wilt aannemen in uw hart. En gelooft dat hij Jezus is, de Jezus is die voor uw zonden aan het kruis gegaan is. Hij wil u eeuwig leven aanbieden, maar hij wacht tot u komt. Amen.